Speciaal voor Jonathan Huids, mijn liedje De Tijd, een aantal jaren geleden opgenomen met Vermeulen, Zalm en Rittenbeeks, Robin Zalm en Richard Rittenbeeks, rustig nummer in E. Ik ga meespelen en daarna wat uitleggen over hoe en wat ik daar allemaal gedaan heb. Want op een goede gitaar, goed gestemd, goed geïntoneerd. E. E met G-sus. C-sus 7. A-sus 2. D13, sus 4. D13. Dit kun je zien als een A-greep.
maar dan hier. Ik haal de B en de E-snaar los. Dit kun je zien als een D7 zonder de eerste vinger. E. En we rond met de pink, 6-4. Nog een keer hetzelfde rondje. Dan gaat hij via de E. B met die in de bas. Netjes gespeeld. We spelen meestal zo. Cis mineur. Fis. 7 add 4. A sus 2. A. A sus 2. A sus 7. Doorgangstoot naar een C akkoord. Die kun je zien als een F, major 7, 9, eigenlijk een major 7, sus 2, want er zit geen terts in, dan. E, en G is een bas, 6, 7, A, sus 2, D, 13, S, sus 2, D, 13, E. Dan het B-gedeelte is gewoon A, A, E. B, Cis mineur. A, E, B, F. Nog een keer, dan. Herhaling van het stukje uit het couplet, wat daarna weer terugkomt. Ja, couplet. Refrein, noem het zoals je het noemen wilt, A-gedeelte. De solo is, zit ook nog een chorus op. Ik heb nu mijn fulltone Deja Viper, dat geeft een beetje dat wobbly geluidje. Bij de solo staat ook nog een chorus aan, had ik nu niet, kan wel. Beetje geïnspireerd door Nirvana. Ik vertel mijn leerlingen altijd van als je niet weet wat je moet doen tijdens een solo, speel je gewoon de zangmelodie. Dus dat heb ik hier ook gedaan. Dan wel een beetje embellished hier en daar. Ik zal uitleggen hoe ik hem gespeeld heb. E-snaar. Negende vakje. E. Octaven van Fis naar Gies. Cis minor 7, dus ik doe die octaven. Gies, ja, kun je zien als een E over Gies. Cis minor 7. A sus 2. Sus 4, doe ik een hybrid picking. Dus plek hem op de D-snaar, middelvinger op de B-snaar, slide, E-snaar. Waar zouden we zijn zonder Jimi Hendrix? Ik weet het niet. Dan ditzelfde nog een keer, dus langzaam E-snaar. Dempt de E-snaar, octaven van Fis naar Gies. B op de B-snaar, octaafje. A-snaar, zus 2. Cis mineur. Eigenlijk een power chord. Gespeeld. Hier los de
vond ik zelf wel grappig. Maak je hem af, hè? Dus, dan weer die A-sus 2. Jimmy Hendrix, Country, and more. C met F en bas, een natural harmonic, G's naar het vijfde vakje. Whammy bar, en dan komt het A-gedeelte weer terug. Dat waren alle basisingrediënten. Veel plezier ermee en tot een volgend filmpje. Doei!